Nu naar de eerste categorie, Nederlandstalig. Dit is de categorie Nederlandstalig. En dit zijn de genomineerden. Paul Sinha, Single Releases 2019. Maar als ik naar de bus ren, dan denk ik aan jou. En als ik in de lucht ben, dan denk ik aan jou. Als ik met iemand kus, dan denk ik aan jou. En als je mij de kans geeft, dan ben ik van jou. Ja, dan ben ik van jou. Ja, dan ben ik van jou. Ben ik van jou. Suzanne en Freek, gedeeld door ons. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Treintje Oosterhuis, dit is voor mij. Mijn hart. Yes! De eerste uitreiker is een icoon van het Nederlandse lied. Hij won 2 maal eerder de Edison. Hij maakte 22 Nederlandstalige albums. Dames en heren, mag je een hart en warm applaus voor Mr. Frank Boeijer! Goedenavond, dames en heren. Ik moet even wennen dat ik geen microfoon bij. Ik word zo sterk. Goedenavond, ik mag de spits afbijten voor de categorie Nederlandstalige muziek. Toen ik begon in de jaren 70 was de term Nederlandstalige muziek een soort van bezoedelde term. Wij probeerden zelf optredens te regelen, maar we zeiden nooit dat we Nederlandstalig zongen. En als we dan begonnen, liep de helft van de zaal leeg. Wat gebeurt er nu? Nu, 40 jaar later, is het volledig geaccepteerd. En zijn jonge mensen creatief in hun manier van uiten, in welke taal dan ook, en in het Nederlands. Meer dan een jaar geleden verscheen de debuutsingle. Het succes hiervan kwam langzaam maar gestaag op gang. En de single groeide uit tot een regelrechte Nederpop klassieker. Met een vanzelfsprekende en ogenschijnlijk gemak alsof ze er altijd al waren. De winnaars van de Edison Pop in de categorie Nederlandstalig zijn daarom Suzanne Freek! Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, één seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad. Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Gefeliciteerd hoor. Dankjewel. Kijk eens. Wauw. Nou, Jezus. Heel nice. Moet je iets zeggen natuurlijk. Hallo. Ja. Hey, shit. We hebben een Edison. Heel nice. Dankjewel daarvoor, allereerst. We willen een paar mensen bedanken die ons helpen onze dromen waar te maken. Dat is iedereen bij Sony Music, dankjewel. Iedereen bij Ages After All. Iedereen bij Friendly Fire. Leon Palma. En we willen even één iemand bedanken die voor ons heel belangrijk is. Waar we al vanaf 2016 heel veel samen mee doen. En die ons album heeft geproduceerd. Dus mogen we een heel groot applaus voor. Niemand minder dan Arno Krabman. Hij is ook voor jou, Arno. Dankjewel. Oké, okay, klein persmomentje. Wacht heel even, we gaan even hier met z'n allen. Frank, kom erbij. Ja, hier is goed. Ja, met z'n allen, gezellig. Gefeliciteerd. Frank, kom er even bij. Rustig, ik haal hem weg.
Denk ik dat ik open ben of wat? Yes. Yes, geef ze een applaus. Suzanne en Freek.